Lunch, meloen, twee boterhammen, drie paprikaatjes, die zitten eronder. Goedemiddag allemaal, het is 5 uur, ik heb al lekker even gedoucht. Ik kom helemaal zweet uit het werk. Nou, inmiddels in Emmeloord. Ja, herkent het wel eens. Kom! Ja, daar komt hij aan. Even een ander plekje gezocht, want mijn statief staat boven. En ik krijg last van mijn armen, dat is nog echt wel een dingetje om mijn camera te brengen. Goedemorgen, het is vandaag 27 augustus 2021. Goedemorgen, ik ben mezelf aan het klaarmaken voor school. Ik wil alleen nog even een lunch in een tas doen. En dan is dat ook geregeld. Ik ga even brood pakken. Ik heb vanmorgen al eventjes mijn spulletjes voor vanavond op bed gelegd. Zodat als ik thuis kom en gegeten heb, mijn spullen in de tas kan doen en naar Emmeloord kan gaan rijden. Want morgen is het Dahlia Festival. Heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het is om daar rond te lopen en heel dicht bij de wagens te kunnen komen. Of is er relatief dicht bij de wagens te kunnen komen. Ik hoop hele mooie beelden te kunnen schieten. Maar die kunnen jullie zondag zien in de weekendvlog. Ik ga even lunch maken. Twee boterhammen met rollade neem ik mee. Dat heb ik nog en dat moet op. Ik stop er wat groenten bij in. Voor tussendoor heb ik vergeten mee te nemen. Ik zou nog wat halen in de winkel, maar ik heb helemaal niet aan het toegedacht. Oh, ik neem een halve meloen mee. Beter plan, die moet toch op. Lunch, meloen, twee boterhammen, drie paprikaatjes, die zitten eronder verstopt, en tomaatjes en vlees. Klaar, op naar school. Tijd om naar school te gaan. Ik stap gauw op mijn fiets. En dan zie ik jullie aan het eind van de dag weer. Dan ga ik dus hier even spullen klaarmaken. Hier nog eten. En na het eten zo rond een uur of 6, half 7 rij ik richting de polder, denk ik. Dan ben ik daar mooi rond koffietijd. Lijkt me een goed plan. Ik hoef morgenochtend niet heel vroeg op te staan. Anders moest ik al om, ik denk 9:30 of zo bij mijn moeder zijn. Dit is praktisch. Ik iets rustiger aan doen en zo. Dat vind ik wel lekker. Goedemiddag allemaal. Het is 5 uur. Ik heb al lekker even gedoucht. Ik kom helemaal zweet uit het werk. Dus ik ben nu lekker opgefrist. Heb ook lekker een broek. Kortere broek aangedaan. Nee, we gaan deze kant op Raafje. Gaan Raafje even uitlaten. Dan eten en dan op naar de polder. Inmiddels heb ik al van alles en nog wat gepakt aan spullen. Hoef ik alleen nog maar te eten eigenlijk. Dus dat is helemaal prima. Raven die wilde nog even lekker een rondje lopen. Denk misschien ook wel even rennen. Wil je even rennen, Ravi? Kom maar. Kom. Je mag wel even los. Kijk. Ho, 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 ho. Ja, even. Als je nou een klein beetje dichterbij komt, dan kan ik erbij. Kom maar. Ga de vogeltjes vangen. Kijk, daar gaat hij. En zo meteen krijgt hij ineens weer die vogels in zijn vizier. En dan race hij er weer van tussen. Maar we gaan lekker even lopen. Even een half uurtje de beentjes strekken, want straks moet hij nog lang genoeg in de auto zitten. En dan bij mijn moeder ook nog weer een stukje lopen. Als jij mijn haar kunt zien, waait het echt heel flink hier. Maar het is niet vervelend. Oh, ik moet even wat oprapen. Zo, tijd om eens even de burritos in de oven te gooien, ga ik even lekker eten en daarna ga ik op naar de polder. Ik zit even te zoeken, kan je denken of ik nog wat zal filmen? Ja, ik ga daar zeker wel filmen, maar ik bedoel onderweg. Denk het niet. Dus ik denk dat ik jullie nu alvast in de tas stop. Oh, misschien vis ik jullie er straks nog wel weer even uit, maar we gaan het zien. Eerst maar eens eventjes. Sorry, ik heb heel snel cola gedronken. Dat gaat niet goed. Gaan we het avondeten eten. Want het is inmiddels al 6:50. Wij zouden eigenlijk al weg, maar het hoost. En ik heb geen zin om zeiknat in de auto te zitten. Dus ik wacht even tot deze bui over is en dan ga ik op naar de polder. Ik had de Free Practice 2 opgenomen. Die heb ik inmiddels ook bijna helemaal af. Nog 6 minuten. En dan ga ik op naar de polder. Dus dat is ongeveer 6 uur. Wat is er? Je mag mee, echt waar.
Hij is helemaal zenuwachtig, want stel je voor dat ik later meer achter. Dat doe ik vandaag niet. Dat doen we in oktober als we op werkweek gaan. Nou, inmiddels in Emmeloord. Ja, hij kent het wellicht. Kom. Ja, daar komt hij aan. Hoppa. In Emmeloord aangekomen. Onderweg gigantisch noodweer gehad. Echt op de dijken. Een enorme hoosbui. En je ziet het gewoon aankomen. Je rijdt erin en je rijdt er ook weer uit. Maar jeetje. Maar nu maar gaan we een rondje met Ravi. Want zometeen is de finale van de Slimste Mens. En dat komt op bezoek. Dus het is eigenlijk dat daar. Tweeledig dat we nu al lopen. Het is 7:45. Dus ik loop even een half uurtje nu. Iets minder. Want ik wil om 8:50 thuis zijn. Dus nou ja. Maar lekker weer bij mijn moeder. Ik zal nog even de orchideeën filmen straks. Want ze heeft weer een bloemen, jongens. Echt. Het is onvoorstelbaar. Die van mij zijn mooi, maar die van haar, die krijgen nog net even iets meer liefde en aandacht en zo. En qua blaadjes zou je trouwens hier denken dat herfst is. Moet je kijken. Kijk. Herfst. Nog veel meer herfst. Het is altijd wel vroeg hier hoor. Maar zo herfstig is het nou ook al hier niet. Hé Ravi? Ja. Ravi, waarom ben je bij oma? Ja, denk, oma is van eten. Oma is van de kaas. De kaas is nu op. Ja, je kreeg een stukje kaas, hè? Ja, dit is een glaasje. Hij houdt oma angstvallig in de gaten. Ravi, kom maar. Kom maar hier. Kom maar. Kom maar, kom maar. Kom maar hier, op je dekentje. Nee, je krijgt niks meer. Het is nou klaar. Ja, afgelopen vrijdag, het is nu zondag, is er helemaal niet zo heel veel gevlogd. En dat was logisch. Eerst gewerkt, toen gezorgd dat alles klaar was hier, dat ik hier weg kon gaan. Rustig gegeten, nou, allemaal dat soort dingen. En toen naar Emmeloord. En ja, dan ben je daar en dan wil ik toch ook gezellig met mijn moeder kletsen. En we wilden nog wat dingen voor de volgende dag voorbereiden. En er moesten nog wat dingetjes geregeld. Allemaal van die kleine dingetjes. En dan voor je het weet, is het gewoon heel laat. En heb je de camera eigenlijk maar 1 keer. Of misschien 2 keer. Ik weet het niet eens. Want ik heb deze video nog niet geëdit. Gepakt. En ja, dan krijg je een korte video. Dat is op zich ook niet erg. Want dat betekent gewoon dat ik tijd aan familie en vrienden besteed. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. Maar ik wilde het toch nog eventjes een beetje extra uitleggen. Zeg maar. Ik zal in de toekomst ook wat meer naar Emmeloord gaan. Mijn moeder moet aan haar heup geopereerd worden. Dat betekent dat er toch ook wat mantelzorg verleend gaat worden door mij en door andere familieleden en buren, vrienden, etc. Ja, en dat kan niet vanaf deze afstand. Dus dat betekent dat ik vaker op vrijdag daarheen zal gaan en dan het weekend daar zal zijn. Nu was het puur om iets leuks natuurlijk. Dat kun je zien in de vlog van morgen, want dat ging om het Dahlia Festival. En dat is natuurlijk super tof. Volgend jaar valt dat in de vakantie, dus dat is helemaal fijn, want dan kan ik het veel meer meemaken. Want ik vind dat toch wel heel erg bijzonder hoe je daar mee mag doen, zeg maar. Ook als buitenstaander, want dat ben ik natuurlijk. Ja, en dan is het gewoon alweer zondag nu en ga ik vanavond deze video editen. En dan hoop ik dat er een klein beetje materiaal is waar ik wat van kan maken. Maar we gaan het vanzelf wel zien. Zo, ik heb even een ander plekje gezocht, want mijn statief staat boven. En ik krijg last van mijn armen. Dat is nog echt wel een dingetje om mijn camera wat hoger te houden. Dus ik denk, ik zet hem hier maar even neer. Dat is ook prima. Kan ik straks even de keuken en zo schoonmaken. We hebben lekker aardappelschijfjes uit de frituur gegeten. Maar goed, dat is de vlog van het weekend. Want morgen komt er gewoon een bullet journal video om, online. En er komt dan zondag een weekendvlog. En daar kun je dan alles in zien over morgen, over het Dahlia Festival. En over wat ik zondag allemaal beleefd heb. Nou, ik weet niet wat er gebeurde, maar het trilde hier ineens allemaal. Dus vandaar dat de camera even uitging.
Ja, nou eigenlijk meer heb ik gewoon eigenlijk niet te vertellen. Dat is het. Morgen gewoon dus weer een Splinter nieuwe video. Bullet journal video. Ik ga verder met de vintage pagina waar ik vorige week mee gestart ben. Dus als je die nog niet gezien hebt, dan zou ik dat nu nog even gaan doen. Want dan sluit de video van morgen weer op aan. Ik hoop dat je dat leuk vindt. En mocht je nou niet naar de bullet journal video's kijken, maar wel naar de vlogs, dan zie ik je zondag weer terug in de Splinter nieuwe weekend video. Ik wens je een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. Kijk je naar 's avonds, dan slaap lekker, mooie dromen. Ik ben er morgen gewoon weer in de nieuwe video, dus tot dan. Dag!